Yo kijkers van IMT, vandaag heb ik een nieuwe aflevering van Rocket League Sunday. En we gaan eens kijken als wij lekker kunnen winnen. Met mijn zoveelste potje van vandaag die al mislukt is. Omdat ik elke keer in playing games terecht kwam. Of bij teammates die rage quitten. Of in volledige parties die elke keer rage quitten. Al dat soort dingen. Ik hoop dat deze match beter gaat. En er vliegt juist weer een staaljager overheen. Altijd handig. Wat? Oeh! Hoe heeft die lul dat? Oh, dat is best wel leuk eigenlijk. Anders hou je dat niet eens. Maar oké. Okay. Serieus nog 0 punten gewoon. Maar wel first touch. Dat is wel wat waard. Wil ik liefst wat meer punten hebben. Is enemies zo te zien niet echt voorbeeldig en... Ben ik dan serieus weggetikt door mijn teammate? Gebeurde dat nou echt serieus? Oh nee, toch niet. Ik sprong over de puck heen. Oh, dat is al min 1. Onze teammate is gereeds kwit. Totaal geen schijn van kans krijg, zeker. Kijk, dat is eigenlijk dus ook altijd met sommige teammates. Die echt alles alleen willen doen. Ze weten dat ze een team hebben. Die gewoon, net of doen ze gewoon geen team nodig hebben. Die mensen heb je er ook tussen zitten. En iemand joint en de game begint meteen te laggen. Kijk, zo doen we dat. Dank je voor dat ontploffen. Zeer appreciated. Maar ik zou het nog in de goal. Weg met die puck. Mijn eerste 80 punten. 70. Wat ik bij 80 dan. 50 plus 20, dat is inderdaad 70. Hoppa, goal. Jij krijgt hem dit keer niet. Maar. Oh, goh, echt 24 km/h. Super pass, dank je. Kijk, toen stond ik MVP. Maar. Daar doen we het voor. Ik wil alleen maar MVP komen te staan. Is dat dan voor dat trucje wat ik dat deed? I don't know. Even kijken, waar gaat die puck allemaal naartoe? Ik weet hoe zo dat hij deze kant op gaat. Kan ik je garanderen. Maar als die kant op gaat, dan had niemand verwacht. Niemand van de hele lobby behalve ik. Dat is weer jammer. Ik heb nog wat eerder gezien, had ik ergens anders bij gaan staan. Enigszins nog een kans te kunnen maken om iets te kunnen scoren. Terug de goal in. Goed zo, teammate. Je weet het, je kunt het. Zo zeg ik het altijd. Zo, hij krijgt die punten lekker niet. Na. Maar speel wel lekker tegen hem aan. Dus hij heeft het dan gedaan. Oh, echt, hoe kinderachtig kun je dat zeggen? Kom hier, Puk. Ik zag er iemand al volop af komen rijden. Dus ik vond dan niet helemaal safe meer. Uitverdedigd, plus 20 puntjes. Oeh, die was heel mooi geweest als hij erin had gezeten. Maar dat is iedere schot. Maar ook af en toe wel eens echt van nasty goals. Nou, niet zo heel mooi. Dat soort dingen heb ik af en toe nog wel eens hoor. Echt een goal hè, van, ja, er moet worden gescoord. Maakt niet uit hoe. Rach hem erin. Ja, en dan heb je echt van die hele lelijke goals. Die echt totaal niet mooi zijn. Maar deze goals, als die er gewoon in gaan, zijn gewoon echt zo random. Dat verwacht gewoon echt helemaal niemand. En dat is het mooiste. Dat is wat goals. Die had er ook in moeten zitten. Helemaal happy de peppy geweest. Ik vandaag geen Pepsi meer nodig. Jongens, waar zijn de krekels? Die was echt heel slecht. Die was echt heel erg slecht, die grap. Die hoef ik nooit meer weer te maken. Hop. Weg met die puck. Ik wil echt twee ego's, twee tryharders en twee rocket pro's die tegelijkertijd spelen. Nou, pro wil ik dan niet zeggen, maar wel in amateurklasse.
In de recreanten. Godver, wat scoor ik zelf? Mooi schot, dank je. Wat een redding. Dit is misschien niet zo heel erg handig. Ik raakte een puck iets verkeerd aan. Ik kon de vierde second van paal tikken. Dat ging niet helemaal goed. Dat is op zich heel erg jammer. Dan ga ik wel meteen even testen in de score. Dat zijn minpunten voor gelden. Wat? Dat effect was wel heel dramatisch. Net iets wat ik niet had verwacht. Gas. Weg met die puck. Er zijn nog 20 punten erbij. Wel fijn dat die boost hier voor mijn neus wordt geknakt. En ik word aan de kant getikt. Ik ben helemaal out of game. Daardoor. Combinatie van dingetjes. Nope. To that side. Over there. Oh, die kan er wel eens ingaan. Maar dan wil ik hem graag hebben. Dan mag jij hem niet hebben, want jij krijgt aan te veel punten. En dat vind ik niet leuk. Nee, die gaat erin. Oké. 11 seconden kunt nog wel rekken. Alleen met rennen gaat het weer een minuut langer duren. Puur omdat gewoon met twee mensen skippen. Oké, ik wil nog MVP halen. Wat er ook gaat gebeuren. En het liefst geen overtime. Dat zou wel leuk zijn voor jullie. Voor jullie gun ik het, maar alleen voor mijn eigen rendertijd niet. Zodat ik van de week, de aankomende weken best wel wat minder tijd heb. Maar ik ben in ieder geval MVP, dus extra punten erbij als het goed is. Laten we maar eens gaan kijken. Verrader. 1 eigen goal. Ja, daar wist ik ook heel trots op. 3534 XP. Best wel wat. Maar in ieder geval, laat even een like achter, vergeet niet te abonneren. En tot de volgende keer. Doeg.